dat was ook een beetje het plan van ons, om wat opportunistischer te spelen. Eerste helft hadden we wat moeite om de tweede bal op te pikken. Vandaar dat die vrij vlak was, de eerste helft. Ook niet echt veel weggegeven. Tweede helft hebben we gezegd wat dichter bij elkaar te spelen. Erik nog iets meer naar de binnenkant. Erik Valkenburg iets meer naar de binnenkant nog. Om toch wat meer tweede ballen op te pakken. Daardoor kregen we iets meer grip, denk ik, op hun helft. Ondanks dat dat uitbleef qua grote kansen. Uiteindelijk krijgen hun een 1-1 situatie met Luc. En dat heeft er ook mee te maken natuurlijk dat je heel graag wil winnen. Nou ja, er slipt er eentje doorheen en die pakt Lucie gelukkig. Ja, en uiteindelijk hebben we denk ik met Michiel twee momenten. Eentje denk ik een terechte buitenspel. En de andere, ja, dat is heel sneu dat hij Danny Bakker voor het gezicht schiet. Want ik denk dat dat dan anders de winnende geweest had. Dus al met al, geen superwedstrijd. Wel heel erg tevreden over de inzet en het karakter wat ze getoond hebben na deze zware week. Daar wil ik het bij laten.